van kind af ben ik iemand die graag met techniek, met mechaniek, met elektromechanische dingen bezig is. Van Lego over Meccano naar grotere machines die we thuis hadden. Die bedrijf van mijn ouders. Ik heb dan ingenieur gestudeerd, elektromechanica. En ik wou die kennis die ik heb en aanwenden voor dingen die ook goed zijn voor de wereld. Windenergie was ook iets dat al een beetje in de familie zit. Mijn overgrootvader had een windmolen, een houten windmolen. En zo zijn we toch bij windenergie uitgekomen om daar te pogen een bedrijf in te starten. Nu hebben we ondertussen wel 14 windturbines in bedrijf hier in België. Als vervangende legerdienst ben ik 2 jaar naar Lesotho gegaan. Ik heb daar onderhoud gedaan van een voertuigenpark, klein landbouwmateriaal. Meegewerkt ook aan de bouw van een brug. Het onderhoudsverantwoordelijke voor een team van 20 mensen. Chris Derde is een Vlaamse ondernemer. Hij wil zijn expertise in windenergie delen met de mensen in een land waar hij is van gaan houden. Lesotho, een van de 10 armste landen in de wereld. In Lesotho beschikt niet eens de helft van de huishoudens over elektriciteit, omdat er geen elektriciteit is of omdat ze die niet kunnen betalen. Het land zou met hernieuwbare energie uit water, wind en zon nochtans grotendeels zelfvoorzienend kunnen zijn. De eerste ambitie, of uiteindelijke ambitie, is om een windpark te realiseren van 12 windturbines bovenop een berg. Die windturbines zouden samen een vijfde van het elektriciteitsverbruik van Lesotho kunnen produceren. Nu wordt de helft van de elektriciteit geïmporteerd uit Zuid-Afrika en Mozambique. Zuid-Afrika kolenstroom. En die kunnen we dan vervangen door zuivere windstroom. Dat is goed voor Lesotho. Dat is goed voor de wereld, voor het klimaat. Terwijl de wereld van steenkool af wil, breiden verschillende Afrikaanse landen hun capaciteit uit. Bijna al deze centrales worden gebouwd met buitenlands kapitaal, ongeveer de helft ervan met kapitaal van de grootste verbruiker van steenkool, China. Techniek, technologie is een middel om ook effectief om het leven van mensen te verbeteren, om van degenen die er nu zijn en degenen die er later zijn. Tot voor kort konden we zeggen van de klimaatverandering, het zal onze tijd wel duren. Ook voor mij heeft het een tijdje geduurd eer dat ik dat aannam dat dat zo zou zijn. De vervuiling van fossiele brandstoffen en wat dat teweeg brengt aan luchtvervuiling is alleen al een voldoende reden om over te stappen naar hernieuwbaar. Komt er nog de klimaatverandering bij? Ja, wij hebben alle reden om dat zo snel mogelijk overal beschikbaar te maken. Je hebt dan 12 different scenarios of wind turbines. If you put up more wind turbines, you get more energy, because every extra wind turbine takes more. But this one will take from this one energy. So per wind turbine, you have less energy. The people from this village, they would like to have that we pass through the village. Because then we improve the road. De uitvalsbasis van Chris en zijn team is een hotel in de hoofdstad Maseru. Ze hebben ontmoetingen gepland met alle betrokken overheden. De verwachtingen zijn hoog gespannen. I am praying all the time if government could understand and support this, and a lot of problems would be solved. A lot of villages in Lesotho are looking for electricity. They have applied. Some have got 2, 3, 4 years have applied to be connected. They are not yet. Good morning. Good morning. I'm missing somebody. Hi, Kiana. How are you? Fine, thanks. How are you, Tati? Hey,
How are you? For most of the people that I've had contact with, they're very excited about the project, very enthusiastic, hoping it's going to bring the much anticipated socio-economic development, electricity access and security. They're actually saying it's long overdue. Processes which lead to such a realization means there's going to be job creation in the process until we realize the project. So that excites them. As you know, poverty levels in this country are very high. So this project brings light into that space. Eigenlijk zou ondernemen standaard maatschappelijk en sociaal verantwoord onderneming moeten zijn. En dat kan, waar dan ook ter wereld. En als wij onze kennis daar aanwenden en hier aanwenden, het is overal belangrijk om het te doen. De goederen der aarde zijn niet gelijk verdeeld. Afrika is het rijkste continent en toch leven daar de mensen het meest in armoede. 600 miljoen mensen in Sub-Sahara-Afrika hebben geen toegang tot elektriciteit. Wat mij zo impressioneert van dat de regelgeving om de mensen te betrekken bij projecten, dat die zo goed in elkaar zit in Lesotho. Dat is beter dan wat we in Vlaanderen hebben. In Vlaanderen moeten in het beste geval een infovergadering geven, volgens de regels. Hier is dat niet zo. Hier moeten naar de dorpen gaan en met de mensen spreken, de feedback meenemen en dat verwerken in hun plannen. En dan gaat de overheid dat gaan evalueren. Dit is ja, beter dan Vlaanderen. Maar we toch maar het zebrapad gebruiken, hè. Hé, hey, Andade. Finally, Ndate Chris was so kind, we invited him to come and talk to us, to tell us about what he does. He is into renewable energy, and he will explain what that means. The reason we invited Ndate Chris is that we have a group of young people here who are just about to start a campaign about climate action. So we are just trying to get as much information as possible from different people so that when we go out in the communities, at least we have content of what is it that we need to tell people. We built our first 3 wind turbines in Belgium. That was 2005. And we started up a cooperative, Waasse Wind, where people out of the neighborhood were supporting financially our project. So they put in money and we supply them electricity. In the meantime, there are 2,600 people in this cooperative. We have now 14 wind turbines. And when I left Lesotho, Peter Matela, he was my right hand for electricity, he said, please don't forget Basotho. And never forgot. In het hoofdkwartier van de Europese Unie krijgt het team van Chris een sterkende boodschap. A big part of what we intend to do is to provide funds for investments. And that's where you are coming in, obviously. We have set aside quite a proportion under the European Fund for Sustainable Development, for us to provide guarantees to financing institutions when they operate with private investors, where they would usually be hesitant. And that's one thing, but we also have set aside quite a large proportion of funds which we intend to blend, grant money that we intend to blend with loans that would come from the European Investment Bank, possibly from the World Bank. Het is plezierig hoe dat de puzzelstukken in elkaar vallen. Ja. Want houd je? Dat ik nu een zicht heb op de financiering en dat in combinatie met wat we gisteren gehoord hebben, goed zit. Dat we weer... Exit hier. Oh, yes, exit. Daddy, can we go just out or... Ik moet lachen omdat
Het is enorm complex. Dat is buiten mijn expertise. Allee, ja, we hebben financieringen gedaan in België. Maar ook daar heb ik veel moeten leren van hoe dat allemaal werkt. Maar dat is dan uiteindelijk redelijk eenvoudig ten opzichte van wat we hier nu moeten doen. Kijken, hè. Kan we nog een ding gaan halen? Moet jij nog een adapter hebben? Ja, ik denk dat ze aan het sluiten zijn. Are you closing? Yes! Well, we still need to have an adapter. An adapter, electric. De lokale bevolking, waar al die een voordeel uit, hoe krijgen die lagere prijzen? De helft van de kost van de elektriciteit uit windenergie, zoals we die nu berekenen, is voor de financiering te betalen. Dat is redelijk absurd. Dat is wie heeft zal gegeven worden. Als je het geluk hebt van geld hebben, krijg je er altijd maar meer. Betaald door mensen die het niet hebben. Daarom dat in veel, bij de eerste christenen, bij de joden en bij de moslims, vinden ze, werd er eigenlijk gevonden dat met geld geen geld mocht verdienen. Dat is ook een beetje de politiek geweest van Europa. We gaan proberen gratis geld te geven voor infrastructuur en voor energieprojecten, voor die dingen die goed zijn voor het land en voor de gemeenschap. En dat vind ik zeer sterk te verantwoorden. Dus dat betekent, als we hier nu gesproken hebben over de financiering, en we kunnen een gunstige financiering krijgen, dat onze kost van elektriciteit veel lager zal zijn. Of eroverheen. Dus dat is een sociale politiek die je moet voeren. Energie hoeft niet goedkoop te zijn, maar wel beschikbaar voor iedereen. Een basisenergie, dat is maar in een fatsoenlijke staat, moeten ervoor zorgen dat iedereen dat kan hebben. Dat is belangrijk voor u ook? Absoluut. Ja, essentieel. Ik ben gelovig. Voor mij komt het erop neer dat die klimaatverandering die heeft een zware impact op de meest kwetsbaren in de wereld. En voor de paus ook zegt van het is niet alleen een milieuprobleem, maar het is ook vooral een sociaal probleem. En die twee combinaties, dat is waar dat ik mee bezig ben, waar dat mij beroert. De zorg voor de minsten van de mijnen, hoewel zij misschien niet de minsten zijn, en die zijn er overal. Ik denk dat er 7 miljard mensen zijn met noden. De overheersende mening is van wij zitten hier in Europa goed en wij hebben dat allemaal aan onszelf te danken. Tot als ik vorig jaar kwam ik een jaarverslag tegen van Total, de groot oliebedrijf. Die schrijft daar zonder blikken of blozen in, dat ze 40% van hun cashflow uit Afrika halen. Dat betekent dat zij het grootste deel van hun winst, dankzij goedkoop olie uit Afrika, een mooi dividend kunnen uitkeren. Dat zij, en Total is een beursgenoteerd bedrijf. Dus wij in Europa zijn rijk dankzij de armoede van Afrika. Dat is... en dan zeggen we van... We willen, als jullie naar hier komen, blijf maar buiten, we trekken de deur op, we trekken de muur op, blijf maar ginder. Zorg dat uw land verbetert. Dat is redelijk unfair. Dat is redelijk oneerlijk om dat zo te doen.
wij hebben er zelfs uit eigen belang best voor zorgen dat de mensen het in Afrika ook goed hebben. En we moeten er zelfs niet eens veel voor opgeven, denk ik. Op het vliegtuig lag er een blaadje waar dat men vroeg om het klein geld erin te steken. Want veel klein geld kan heel veel doen, zeggen ze. Ik vond dat zo afstotelijk. Het idee geven waar dat op een vliegtuig, waar dat mensen 500 tot 2000 euro betalen voor een ticket. En dat we dan het idee geven dat we met wat klein geld heel veel mensen kunnen helpen. 50% van de wereldbevolking heeft zeer weinig. En we gaan het idee geven dat we met een beetje klein geld dat kunnen helpen. Er moeten massale dingen gebeuren op wereldvlak. In Oeganda heeft men een experiment gedaan met een basisinkomen voor de mensen. Iedere persoon krijgt een maandelijkse vergoeding, zonder voorwaarden. Eigenlijk is dat ook een beetje wat wij hebben. Wij hebben een basisinkomen in België, waar dat je altijd een inkomen hebt, zij het een leefloon, zij het een vervangingsinkomen. Of dat dat voldoende is, dat is een andere vraag. Maar dat is ook nodig in Afrika en in alle landen, dat mensen tenminste hebben om iets hebben, onvoorwaardelijk. En dan zien ze in Oeganda dat de economie ervan opfleurt, dat het leven van de mensen verbetert, dat er van alles gebeurt. Wel, dat zou ik toch ook dromen en dat we voor iedere mens zorg dragen. Want iedere mens is als we gelovigen, is een kind van dezelfde God. We zijn allemaal broeders en zusters. We zijn allemaal mensen die er mogen zijn en recht hebben op leven. When are you closing? I'll be closing at 7. At 7. It's 10 to 6 now. Zitten jullie het zitten om hier buiten te doen? We hebben in Europa hernieuwbare energie eerst uitgebouwd, duur. We hebben er veel geld in gestoken. En nu is het op een prijsniveau dat het laag is en dat we dat kunnen delen met de rest van de wereld. En dat is ook onze idee. We kunnen het nu hier uitrollen en we weten dat we minstens competitief zijn met vervuilende elektriciteitsbronnen. De mensen zitten hier in vuile lucht, daar worden ze niet beter van. En dus we moeten elektriciteit, energie voorzien aan een propere manier. Dat is minstens zo belangrijk als goedkoop. De volgende dag. De uitdaging is dat de onderlinge overeenstemming over de plannen van het Vlaamse Hirundu Energy leidt tot een formeel engagement van de regering in Lesotho. Ook hier zijn sociale overwegingen aan de orde. Wie arm is, krijgt elke maand een schamele 30 kilowattuur tegen een gereduceerd tarief. Tenminste, als er elektriciteit beschikbaar is. Basically, you're subsidizing people who are connected to the grid, and these ones who have to use the power line and whatever and go and fetch wood somewhere and do whatever, they get nothing. And what can you do with those 30? You can light. So the way we had worked out on it is taking a typical household of like two-roomed house, so you can have the lights on. You can have your kettle like for 30 or 10 minutes every day or something, and an iron. So that's the basic things, but you can't cook, basically. Geen elektriciteit betekent koken op hout. Geen elektriciteit betekent roofbouw op de natuur en erosie. Maar een keuze hebben deze mensen niet. Op deze afgelegen plek is er gewoon geen elektriciteit. Malerato Seutloali is een alleenstaande moeder van 4. Ze heeft geen elektriciteit. En het is winter hier nu. 'S Nachts daalt de temperatuur onder nul. Thank you.
it's extremely difficult to live in a house that doesn't have electricity, because on rainy days, obviously, you cannot go outside and cook. And if it's too cold, you have no heating system in here. And sometimes there's no paraffin for the light. So it means sometimes kids won't be able to do their homework, or they'll just have to, maybe if it's not raining, you have to cook early enough so that you eat early enough so that you can go to bed before it gets too dark in the house. It would be very helpful, especially for her high school, her oldest daughter who's in high school, who has to do a lot of reading, for her to read. Because they don't have electricity, it's easier for people to just get in, and already they don't have a lot. Some time ago, when it was very dark, and then there was no money, I think they had broken in into the house. There's a lot of people who don't have access to electricity at all. A lot of times it's single mothers who are struggling with having to feed kids because the unemployment rate is up there. So it's one of the things that women in Lesotho face and in a lot of communities. Sometimes when you have the paraffin in the light, that's where you limit the time that you spend. So kids can't do the homework if we have to keep the light on so that we can be able to eat and go to sleep. And then after that, tomorrow, like, we have to somehow, it has to sustain for at least more than 2 days. And so that's very hard. How much time? 15 minutes. Tot je 15 minuten. It's just to say we are. Dag 3. Chris bezoekt lokale chefs in het gebied waar wellicht windturbines komen. Hun belangrijkste vraag is: hoe lang duurt het nog eer de windturbines er zijn? We are supporting you to start as soon as possible. When do you think some of the activities will start? I wish we could start in 2023. That's still a long way ahead. Ja, we zijn hier bij de council geweest, of de vertegenwoordigers van de council van Massitenek, waar dat we de berg hebben voor ons, waar dat we de windturbines graag zouden willen bouwen. Hier, bovenop dit plateau, kunnen 8 grote windturbines, en die zijn groter dan wat we tot hiertoe gezien hebben in Vlaanderen. Deze elektriciteit, dat staat compleet los van het lokale elektriciteitsnet. Daarom hebben we gisteren ook met het elektriciteitsbedrijf en het energiedepartement gesproken, om te zien of dat wij, of dat het elektriciteitsbedrijf hier kan lokaal elektriciteitsnet aanleggen, wat dat dan mee betaald wordt vanuit het project. Zodanig dat die mensen rondom de windturbines zien en ondervinden dat elektriciteit die hier geproduceerd wordt ook hen ten goede komt. Economisch, we hebben wel wat ideeën over wat er nog zou kunnen gebeuren met extra hernieuwbare energie. Als je verdelige elektriciteit hebt, dan kun je lokaal aluminium smelten en daar nieuwe producten mee maken. Ah ja, dus ik zou... Hier hebben we just de bocht naar links gepakt. Nou ja, dan moeten we nog verder in. We zouden hier ergens willen. We kijken naar boven. Geluk had dat we iemand gevonden hebben in Lesotho. En die kwam tot het idee van we zouden een plastic moeten kunnen recycleren. Ze had al een filmpje gemaakt. We hebben er kunnen met steun van de Vlaamse overheid een machine kunnen kopen die we naar Ginder hebben opgestuurd en waarmee dat ze plastic recycleren en nieuwe producten maken. Dat is een eerste klein stapje. It's one step at fighting the plastic problem. You can make products that can be reused in a
better way than actually following them in the dongas or in the pits or just on the streets, then we should try and do that. And also, because plastic stays long in the ground and affects our animals and our environment, and in turn might actually affect our health. So that's why we should actually work towards and actually burning single-use plastics. And the plastic that we already have, which we know we're not going to be able to just let go of easily, then we can try and recycle into reusable other purposed products, like what we're doing here. Hier is het eerste elektrisch laadpunt voor elektrische voertuigen in Lesotho geïnstalleerd. Dat ook niet met financiering van de Vlaamse overheid hebben die hier kunnen installeren. Dat is in samenwerking met een Zuid-Afrikaans bedrijf. En die zijn overal in Zuid-Afrika aan het uitrollen en we hebben die gevonden. En ook hier gaan ze dat doen, zodat zij ook een stuk de marketing doen. Het bizarre aan het verdienmodel is dat zij, omdat dat nieuw is, dat reclame aantrekt. Het initiatief of het bedrijf wordt gefinancierd door reclame, niet door verkoop van de stroom. Dus daar gaan we nu even een kijkje nemen. It's insulated between the walls, so we open it just like that. We put a pot in. Behalve de eerste laadpaal hebben ze bij Solar Soft ook twee toestellen ontworpen waarmee je eten kunt garen, louter gebruikmakend van zonne-energie. So, this is how it works. We have this rubber. The focal point, we put it in the sun. So, make it focused. We have the receiver and we have a pot or a pan designed for it that is made with copper. So it's a very good cooker. Lisu tu fati la bonta taruna harma fati le te kilona ki moris la hile. We zijn hier bijna op rond de 1700 meter, vlakbij de kam, de bergkam waar dat we de windturbines voorzien. En de eerste windturbine komt helemaal op de top van deze berg. En dan vervolgens 2, 3 tot en met 12. En dat gaat heel die bergkam af. En hier ook ben ik een beetje verrast van welke huizen, waar dat hier allemaal staan. Maar ja, dat wordt leuk. Ze zullen hier een nieuwe scenery hebben voor Mohalles ook zal gezien worden van op afstand. En dan langs de andere kant is het prachtig om, als we kijken naar van waar dat de wind komt, ik voel hem hier al. Die komt van over Zuid-Afrika, van noordwesten komt de wind. We zien het aan de bomen, dat de wind van ginder komt. Dus die komt heel mooi aangewaaid en die gaat dan via de berg een beetje getrechterd worden naar die windturbines. En zo gaan we maximaal die wind proberen te capteren en om te zetten in elektriciteit. Dat is een truc om dat zo goed mogelijk te doen. En dit had ik voor ogen, zo'n grote vlakte voor de windturbines. En dat gaat tot heel de Vrijstaat. Er zitten nog een paar bergjes in de weg, maar bon, daar moeten we dan maar mee leven. Modimo akobulu kelisutu Ufedise dinto le matengeho. Oh, Fatilena, la bonta taruna, libele, hoto. Thank you. That's our national anthem. Hoto, ula, na, la. Thank you.